Basisschool De Crocodaris organiseert een multicultureel evenement met lekkere hapjes, drankjes, muziek en natuurlijk van alles voor de kinderen. Ik ben Lia Juliane en ik ben werkzaam op de basisschool De Crocodaris en ik doe voornamelijk de ouderactiviteiten en ook koffieuurtje iedere woensdagmorgen, waar de moeders een kopje koffie of een kopje thee mogen komen drinken. Oh, wat leuk. En vandaag is er een bazaar. Ja, dat klopt. Daar hebben we, ja, het is toch al een tijdje geleden dat we dat georganiseerd hadden. En we dachten, laten we het toch weer eens oppakken. En dan is het een groep ouders die ook zittingen nemen in de oudervereniging. Hebben wij dit samen georganiseerd voor de school. En wat houdt zo'n bazaar nou in? Wat is er te doen? Nou, wij vragen dan ouders of ze lekker eten willen maken en hapjes. Want eten, dat verbindt toch de mens. En zeker in een multiculturele wijk. Ja, dan zijn ouders altijd wel bereid om heel lekker eten te maken. En er kwam ook iemand dansen? Ja, dat is een nieuwe dansschool in Venray. Die zit er nog niet zo lang. Die zit in het Schoutenstraatje. Soul Community. Ja, Soul Community. En die hadden de Marokkaanse moeders ook gevraagd, want die hebben jongere kinderen en die weten dat die dansschool er bestaat. Want ja, normaal heb je dansschool Jansen in Venray, hè? En er is een video van Dylan Hagens gemaakt. Hoe komen jullie daarbij? Nou, dan moet je aan de jongere moeders denken van deze generatie. En dat zijn een groepje Marokkaanse vrouwen die kenden Dylan Hagens. Maar het is een tijdje geleden ook in Venray geweest, in een leeg winkelpand. En dat was ook heel druk bezocht. Dus die dachten, dat is ook leuk als je iets doet voor onze kinderen van deze school. Dus die hebben contact gezocht met Dylan Hagens. En zo'n bazaar, waar is dat nou voor? Nou, het geld wat wij nu ophalen met de hapjes verkopen en de boekenmarkt en de snuffelmarkt, dat is voor het goede doel en dat is voor activiteiten te doen voor onze kinderen van deze school. En jullie hebben daarbij een markt, zelfgemaakte dingen? Ja, kinderen hebben in de klas allemaal zelfgemaakte dingen gemaakt met de leerkracht en die mogen ze ook verkopen. En verder hebben wij ook nog een loterij. Dus, en dan zijn we door sommige winkels door gesponsord, zodat wij mensen dan, als hun nummer getrokken wordt, een leuke doosje kunnen geven. Jullie zitten ook bij het ouderteam van deze school. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Nou, ik zit zelf in de MR, dus de medezeggenschapsraad van de Crocodaris. Ja, en er zijn andere ouders die in de oudercommissie zitten. Dus, ja. En jullie hebben de bazaar geregeld? Ja, eigenlijk is het een schoolplein idee om het zo te zeggen. We kletsen vaak als we de kinderen brengen, dan kletsen we vaak nog even op school. En toen kwamen we eigenlijk met het idee om een keer een bazaar te organiseren. En ja, om zo eigenlijk geld te verzamelen voor activiteiten voor de kinderen. En ja, de kracht van deze school is ook vooral de hapjes, omdat wij heel veel culturen hebben hier. En ja, dus dat leek ons gewoon een heel erg leuk, gezellig en goed idee. Ja, want voor wat is dat nou goed, zo'n bazaar? Nou, voor wat is het goed? Ten eerste hadden we ook zoiets van om ook een beetje voor naar buiten, zeg maar. Niet alleen maar voor de ouders die op school zitten of de kinderen die op school zitten. Ja, we hadden zoiets van door middel van de bazaar dat we inderdaad geld gaan inzamelen. En ja, we hadden zoiets van, we willen niet alleen met de ouders van school, maar ook ouders buiten school. Zodat ze ook een idee krijgen wat eigenlijk de Crocodaris is. Want meestal lopen ze er alleen maar langs. Maar nu kunnen ze ook een kijkje binnen school even hebben. En jullie hebben Dylan Hagens geregeld. Hoe? Ja, dat is ook een idee van Esma eigenlijk. Die kwam dus met dat idee. En toen hebben we zo afgesproken dat we een keertje de stoute schoenen aantrekken. En naar Dylan Hagens. Nou, dat hebben we gedaan. En we werden met open armen ontvangen. En die wilden graag gaan meewerken. Ja, want waarom Dylan Hagens? Ja, Dylan Hagens, dat is zoals iedereen weet een bekende in Venray en Nederland. Vooral onder de jongeren. En dat trekt ook jongeren.